en de start is gevallen. Paarden zijn onderweg, Gustafsson is goed weg, maar kijk Duarte eens even. Duarte wil veel harder dan Ronja Walter wil. We hebben Ronja Walter nog nooit zo op een paard zien zitten, maar ze gaat wel als eerste de bocht in en in draf. Duarte gaat als eerste de bocht in, Gustafsson ligt tweede. En de rest van het veld moet het voorlopig eventjes ietsje kalmer aandoen. Plek 3 is voor Volkan de Belande. En de rest van het veld ligt daar dan weer achter, op de vierde plaats Everest Fedacqua. Vijfde is General Lee, zesde generaal Bode Grimoul, de geel-zwarte kleuren. En laatste is Emblem de la Cour. Paard in de rechte lijn overzijde. Ronja heeft inmiddels de normale zit weer een beetje te pakken. Maar de opening mag er zijn. 1-7-4 zien we niet vaak in Wolvenga. Leiding dus op weg naar de volgende bocht voor Duarte. Wordt gevolgd door Gustafsson. Daarachter Volkan de Belande en twee lengten daarachter Everest Fedacqua. General Lee moet even passen. Bode Grimoul ook. En Emblem de la Cour die heeft al lang gepast. Die ligt daar weer achter. Want dit gaat net even te hard. Het regent intussen ook. Maar dat zal niet heel lang gaan duren volgens Buienraden. Dat valt wel weer mee. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune in. De Monté-giganten met nog een ronde te gaan. En nog altijd Duarte stevig aan het bid. Tweede tussentijd komt eraan. De achterblijvers komen ietsje dichterbij. Dus het gaat geen 7. Meer, maar dat kon ook haast niet. Het gaat 15 en zo gaan we dan de laatste kilometer in. En daar heeft Gustafsson even een paar shuffeltjes. Ligt op de tweede plaats. Derde is Volkan de Belande en dan Everest Fedacqua. General Lee begint ook aan te sluiten en die krijgt aan de buitenkant nu ook gezelschap van Bode Grimoul. Met z'n tweeën lopen ze naar de voorste vier toe en zo zijn de paarden in de Z-turfbocht. Leiding in handen van Duarte. Duarte, daarachter Gustafsson. Daarachter Volkan de Belande. Everest Fedacqua komt nu dichterbij. Daarachter General Lee. Everest Fedacqua is de eerste die naar het tweede spoor gaat. Maar daar gaat ook Gustafsson. Gustafsson valt Duarte aan. En Gustafsson gaat ook in een flits voorbij. Gustafsson, de nieuwe leider. En zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Gustafsson heeft overgenomen. 17-3 de tussentijd. Duarte valt een beetje stil. Staat nu onder druk en wordt binnendoor en buitenom gepasseerd. Buitenom door Everest Fedacqua. Die ligt nu tweede. En daarachter op de derde plaats Volkan de Belande. General Lee ook nog daarbij. Halverwege de Tjarda-bocht wordt de voorsprong alleen maar groter van Gustafsson. Gustafsson is een Monté-gigant en dan hoor je de Monté-giganten. En die gaat hij normaal gesproken met een straatvoorsprong winnen. Everest Fedacqua op de tweede plaats. General Lee begint net lekker op toeren te komen. Die ligt op de derde plek. En ze zijn in de laatste rechte lijn. Hanna Huygens had alle tijd om even om te kijken. En geeft hem maar een applaus, dames en heren. Want dit vindt hij mooi, Gustafsson. Met de Belgische kampioene Hanna Huygens. 12-6, de laatste 500 meter nog even. Gustafsson is binnen. Wint hem helemaal alleen de Monté-giganten. Tweede is Everest Fedacqua. En de derde plaats daarachter voor General Lee. 13-6 voor de winnaar. En dat hebben we in de Monté-koers ook nog niet eerder gehad.